Hallo, hier is Kees Rijn van de Hogeband, chef van de dokters in Rio. Vandaag wil ik jullie het een en ander laten zien over de infectiepreventie die wordt toegepast bij onze 241 atleten. Natuurlijk is het heel belangrijk dat ze van tevoren geïnstrueerd worden om te voorkomen dat ze ziek worden. Dat gebeurt onder andere in het informatieboek wat ze allemaal mee hebben gekregen en waar op deze bladzijde uitgebreid aandacht wordt besteed aan het zogenaamde infectieprotocol. Dat komt neer op 3 zaken. Namelijk dat ze gevaccineerd moeten worden tegen bepaalde infecties, onder andere griep, dat ze hygiënische maatregelen moeten nemen en dat ze eventueel voedingssupplementen kunnen nemen die het immuunsysteem sterker maken. Ik wil bij puntje 2, de hygiënische maatregelen, een nieuw middel aan jullie laten zien. En dat middel, dat heet Katantech. Dat is dit middel wat in deze busjes zit. Dat is een spray die je over de plek kunt spuiten waarmee je frequent in aanraking komt en die spray, en dat is inmiddels bewezen, komt uit Amerika, zeer recent, daarmee worden virussen en bacteriën gedood. Je hebt 2 vormen, dat is die grote buis, die gebruiken we voor de plekken waar we het op willen spuiten en dat kleine buisje kan je gebruiken om je handen mee in te spuiten en dat werkt ongeveer 1 uur of 4. Die grote, die gebruiken we dan voor de risicovolle plekken, zoals er bewezen problemen zijn met bijvoorbeeld handvaten. En als je dit deurhandvaten. Als je die spuit met dat spul, blijft dat enige weken blijft dat vrij van bacteriën. Dus dat kun je op allerlei plaatsen doen waar je atleten mee in aanraking komen. En wat heel belangrijk is, ook de plaatsen waar ze at risk zijn. Zoals bijvoorbeeld de wc. Maar door dit te kunnen spuiten, kan je zorgen dat het hier helemaal bacterievrij wordt op de plekken waar ze mee in aanraking komen. De bedoeling is, en dat zul je begrijpen, dat uiteindelijk onze atleten daarmee gezond blijven, dat onze atleten niet ziek worden en om met Maurits Hendricks te spreken, er zijn meer medailles verloren gegaan aan een lullig griepje dan aan een voorste kruisbandletsel. Wel nu, als wij kunnen zorgen dat ze gezond blijven, dan kunnen wij deze komende weken genieten van veel medailles. Dag!